Maar wat het nou voor een heel gebied, en in dit geval dan Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe betekent. Dus een gebiedsvisie als onderdeel van Nederland, als onderdeel van Noordwest-Europa. En concrete vertalingen in de praktijk, daar gaat het eigenlijk om. De kringlooplandbouw is een van de transities die we als Rabobank omarmen. Het gaat over het perspectief van onze klanten voor de garagerelaties. En als we dat zeg maar kunnen verbeteren door aan dit project deel te nemen, dan doen we dat graag. Kringlooplandbouw is een van de transities. En uiteraard zijn er meer transities waar we als Rabobank vinden dat die naar de toekomst toe zeker gaan plaatsvinden. Maar zoals ik eigenlijk al zei, het gaat over het perspectief op lange termijn. En ook de garagesector is erbij gebaat om kringlooplandbouw in de toekomst toch meer vorm te gaan geven. Dat geldt volgens mij heel breed. Ik denk dat 2030 een jaar is waar we ons met z'n allen op richten. Als ministerie hebben we bijvoorbeeld op het terrein van gewasbescherming, niet helemaal waar we het hier vandaag over hebben, maar ook een uitvoeringsprogramma richting 2030 op tafel gelegd. En ik denk dat dat voor kringlooplandbouw een heel belangrijk eikjaar is. Zonder nou te zeggen van wat is dan de foto die je op dat moment precies wilt hebben. De eigenschappen van het product kunstmest zijn natuurlijk heel erg toegesneden. En dat is op zich positief. Je wilt tegelijkertijd, je ziet dat daar een opgave ligt als het aankomt op de productie daarvan. Zeker vanuit klimaatoogpunt bezien. En je ziet dat er een aanbod is aan organische meststoffen waar je hoogwaardige producten van kan maken. En op het moment dat je dat pad op kan, dan is de tegenstelling kunstmest versus dierlijke mest, ja, dat gaat er veel meer om. Dat je zegt van dierlijke mest ga ik de hoogwaardige producten maken om aan eigenlijk die kunstmest-eigenschappen te kunnen voldoen. We hebben het hier heel erg over meststoffen, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Maar de andere kant is natuurlijk het voeden van dieren. Wij geloven, en dat is ook een van de uitgangspunten die in het project benoemd wordt, dat je uiteindelijk dieren zou moeten voeden met producten die niet in concurrentie zijn met wat je humaan kunt verstrekken. Alleen als je dan naar de details gaat kijken, dan wordt het opeens een stuk ingewikkelder. Van wat is dat dan precies? En als ik het over meststoffen heb, het werd net al wat van gezegd. Je merkt dat het frame heel erg anti-kunstmest is. Wij geloven dat je uiteindelijk staat voor een transitie naar groene circulaire meststoffen. Ja. Het werd net al gezegd, we hebben het aan de ene kant over de productiewijze. Maar aan de andere kant, bij kunstmest heb je het ook over producten met een heel specifiek voorspelbaar werkingsspectrum. En dat is wel de grote uitdaging. Hoe maak je nou die transitie naar groen, circulair en met dat hele specifieke werkingsspectrum? Ja. Dat hebben we nodig. Het gaat er in de eerste plaats om die nutriënten te laten circuleren. Ja. Vandaar ook het woord circulaire landbouw, kringlooplandbouw. En op welke schaal je dat dan doet, of dat binnen een bedrijf of binnen een klein gebied of binnen een groter gebied moet, dat valt te bezien. Dat willen we ook juist bekijken in dit project. Maar daar begint het mee, dat circuleren van de nutriënten van dier, maar ook vanuit de mens, het menselijk afval, terug naar het plant. En dan aanvullen waar dat nodig is met wat wij dan kunstmest noemen. Maar uiteindelijk is misschien het onderscheid tussen die twee maar betrekkelijk gering. Ja, maar als je nou gaat kijken, even doorgaat ook op het verhaal van Ruud, dat van de stikstof, 2/3 van de stikstof komt uit import van krachtvoer. En dan heb je 1/3 heb je kunstmest. Als je nou minder dieren hebt, heb je minder krachtvoer nodig, maar produceer je ook weer minder dierlijke mest. Dus dan komt die hele kringloop toch. Hoe kom je dan uit? Ja, dus de kringloop voor Nederland is de nutriënten kunnen voor een belangrijk deel via het vee komen. Maar als de veestapel kleiner wordt, zal er natuurlijk ook minder nutriënten door in omloop zijn. En zul je waarschijnlijk verhoudingsgewijs weer iets meer moeten aanvullen via kunstmest. Of leguminozen, de vlinderbloemigen, die de stikstof uit de lucht kunnen binden. De kracht natuurlijk van de moderne meststoffen is dat jij zorgt dat je precies naar behoefte van de plant, op het moment dat die het nodig heeft, die meststof daar hebt. En dat heeft dus ook een directe relatie met milieuaspecten. Want als het niet opgenomen wordt, dan blijft het in de bodem zitten. Moet je maar hopen dat het opgenomen wordt, of niet. Ja. Of het spoelt uit, of het veroorzaakt emissies. Dus er zit aan die hele transitie zitten een paar hele grote inhoudelijke uitdagingen. Daarom is dit zo interessant. Ja. Je wil bemesten met een product waar de bodem en de plant en de milieucontext daaromheen behoefte aan heeft, op het moment dat daar de behoefte aan is. Dus dan heb je het al heel snel over ontwikkelingen richting precisielandbouw en richting mestbewerking of verwerking. En dat betekent inderdaad voor een heel groot deel in Nederland gebeurt dat al op die manier. Hè. Dus het is ook niet dat het nou
de hele wereld op zijn kop zet. Maar voor een heel groot deel gebeurt het ook nog niet op die manier. Of in ieder geval niet volledig op die manier. Ja, ja, maar je hoort wel al hoe complex het is. En dat het echt wel een systeeminnovatie is waar we de komende jaren voor staan. Vandaar dat het ook mooi is dat het echt meerdere jaren loopt. En waar ook zeg maar kleine innovaties samenkomen. Die heel praktisch zijn voor de boeren om mee te gaan werken. Maar dat geheel hopen we wel dat het echt wel een systeeminnovatie wordt. Om het echt de perspectief op lange termijn ook te verbeteren. Maar vergis je niet, hè? Daarom zei ik al, we praten vaak heel erg over macronutriënten zoals stikstof en fosfaat, maar bemesten is echt een vak en er zijn ook heel veel micronutriënten die we even vergeten. Dus selenium, molybdeen, magnesium, noem maar op, essentieel voor plantengroei. Ja. Ja, uiteindelijk, dat is ook wat waar we voor streven, dat is uiteindelijk wil je groen, circulair. En dat is op zich, en dan heel specifiek en de goede producten, dat is een enorme uitdaging. Dus het is een heel, ik denk dat we pas aan het begin staan. Ja, er is mestverwerking, maar dat levert nog absoluut niet de producten op het niveau waar we het hier over hebben. En Renske, deel jij de mening van Ruud? Ruud zegt, we staan eigenlijk nog maar aan het begin. Deel jij die mening? Ja. Ja, kijk, bij fosfaat zijn we al begonnen met stapjes te zetten, onderzoek te doen. En wat is de nuttige toepassing, waar kunnen we het vandaan halen? Stikstof is discussie over, maar het ging kijken naar die hele groep van micronutriënten die je nodig hebt voor kunstmest om het echt circulair te gaan. Ja, we staan in dat opzicht nog aan het begin.